Deze schattige zwaantjes zijn net het ei uitgekropen. En dat is op zich niet zo bijzonder, maar deze eieren werden al weken bewaakt door dierenliefhebbers die in de buurt van het nest aan de Nassauvijver wonen. Dat zag u al eerder hier op TV Dordrecht. Het begon allemaal toen een zwaan een nest probeerde te maken. Die probeerden een nest te maken en dat lukte niet zo erg. En toen zijn ze achteraan begonnen om het uit te proberen, maar daar is veel te warm. Daar waren ze ook zo mee klaar. Toen zijn ze teruggekomen en wilden ze wel hier, maar er slagen geen takken. En toen heeft een lieve meneer die daar woont, daar dus, aan de overkant, die heeft een zak met takken gehaald en die heeft dat daar voor ze uitgespreid. En dat vonden ze helemaal jovel. De buurtbewoners bleven vervolgens bij het nest waken, omdat schoolgaande kinderen en voorbijgangers die een hond uitlieten, de dieren regelmatig stoorden. Momenteel zijn 3 van de 6 eieren uitgekomen, maar de volgende lijkt alweer onderweg. Ook nadat de eerste eieren zijn uitgekomen, blijven de buurtbewoners zich om de zwanen bekommeren. Ik vind het enig, maar weet je wat ik ook leuk vond? Toen die mensen die hebben een plankje wat hier lag, dat was voor de jongens die hier zaten te vissen, dat hebben ze even opgepakt en dat hebben ze erbij gelegd, want die kleintjes konden niet op de kant komen. En nu hebben ze het even moeten leren. Moeder heeft het ook een tijdje voor nodig gehad om eraan te komen. En nu durven ze het erop en eraf, ideaal, dankzij die lieve mensen. Het afschermen van de dieren lijkt een goed idee te zijn geweest. Maar het hek wordt binnenkort weggehaald. Want de vader neemt zijn taak erg serieus nu zijn eerste jongen uit het ei gekropen zijn. Als ze zelf mobiel genoeg zijn en die kleintjes ook, dan hoeft dat hek er niet meer te staan, denk ik. En trouwens, daar zorgt die vader wel voor, die jaagt ze wel weg hoor. Want er zitten hier nogal veel ganzen. Hij heeft het heel druk mee. Hij jaagt ze allemaal met een hoop herrie allemaal de tent uit. Dus als het hek weg is als ze groot zijn, maakt dat niks uit. Komt goed. Als het nodig is, zullen de buurtbewoners ook bij een volgend nest weer de wacht houden.